ruim 1400 meter hoge vulkaan Hibok-Hibok op het Filipijnse eiland Caminguin is weer tot werking gekomen. Met het gevolg dat een stortvloed van gloeiende lava langs de hellingen naar beneden stroomde die alles wat op zijn weg kwam verbrandde. De bevolking vluchtte waar mogelijk naar veiliger oorden, maar naar schatting 2000 mensen werden door de vurige stroom verrast en kwamen om het leven. De lava heeft al 15 dorpen vernietigd en bedreigt thans ook Mambagao, de voornaamste stad van het eiland. Deze uitbarsting is de derde en de ergste van de afgelopen 4 jaar. Overwogen wordt nu de gehele bevolking van het eiland, die 65.000 zielen telt, te evacueren. Ook Japan is getroffen door een ramp. Een geweldige tyfoon die een snelheid bereikte van bijna 200 km per uur heeft het westelijk deel van het eilandenrijk geteisterd. Brugverbindingen werden door de hevige windstoten in luttele seconden verbroken. Ook het telefoonverkeer raakte volledig ontwricht. Groot was de vernieling die aan huizen werd aangericht. De tyfoon eiste meer dan 3000 slachtoffers die de dood vonden of zwaar gewond werden. Met een bewonderenswaardige moed is de bevolking alweer aan de wederopbouw van zijn verwoeste woonsteden begonnen. Het zal echter nog vele maanden duren voordat de aangerichte schade zal zijn hersteld.